Woensdag is het Valentijnsdag en wij zijn in Amstelveen om te vragen, wat ga je dan doen? Ik wil dood. Dames, het is bijna Valentijnsdag. Zitten jullie al in de zenuwen? Een beetje, ja. Ik ga niet echt wat doen, niet echt gepland, maar... Nee. Heb je een vriend? Ja. Verwacht hij iets van jou? Ja, maar ik ben een beetje inspiratieloos, moet ik zeggen. Ja. Kijk, gaan ze allemaal wegrennen gelijk. Hallo. Oh, wow. Jij knap ook, zeg. Ja, kom op, man. Hallo, mag ik een van jullie wat vragen, jongens? Nare vraag voor ons. Nee, ja, nou, nare vraag, dat weet ik niet. Maar ja, wat ga jij doen met Valentijnsdag? Oh, aan mijn pik trekken. Ja. Ja, dat is een herkenbaar antwoord, denk ik. Ja, denk ik ook wel. Ik zei net Valentijn en deze lange meneer die zei, yes, dat is mijn dag. Nee, totaal niet. Nee, waarom niet? Ja, ik heb geen Valentijn. Misschien heb je wel een geheime aanbidder, dat zou ook nog kunnen. Denk het niet. Valentijnsdag komt eraan. Ja. Heb je al rozen ingeslagen? Ik heb geen roze ingeslagen, maar ik heb wel een mooi pakketje gemaakt. Ja? Ja. Valentijnsdag is niet voor mij, maar ik vind het altijd wel leuk gezellig om met de meiden wat te doen. Ik heb een stel gevonden. Wat gaat er allemaal gebeuren woensdag op Valentijnsdag, meneer? Ja, er gaat een hele hoop gebeuren. Ja? Ik heb totaal geen verrassing in petto. Nee. Dus ja, we gaan het zien. Ja. Oh, wat is dit? Warme kip. Dat is wel een flink apparaat. Ja. Mm. Kijk, dit is mijn jongste dochter. Ja? En heeft ze al een vriend? Nee, daar ben ik al druk mee bezig, maar... Dat is een onbeleefde vraag, maar hoe oud is uw dochter? 21. Oh. Ja. Maar dan, ik vind het toch heel raar, want een hele knappe dame... Ja, en een lelijke kerel bedoel je? Nee, dat wil... Nee, ik zou niet durven. Ik heb net kip gehad. Dat zou je niet zeggen? Nee. 78, 21. U was 57 toen u... Ja, dat ken ik nog hoor. Nu ken ik het nog, ja. Maar u staat nog steeds omhoog? Ja, natuurlijk, ja. Wat gaan jullie doen voor Valentijnsdag? Of is het nog geheim? Werken. Jezus, heb jij wat romantischers? Nee, in dit geval niet. Jij moet ook werken. Ik moet ook werken, ja. Dus het gaat niet heel romantisch worden, denk ik. Valentijnsdag. Ja. Jij valt een nek. Jij komt liggen bij mij een nek val, of wat? Wat zegt u nou? Ik kom uit Zuid-Afrika. Oh, Zuid-Afrika. Zo, jij moet mooi luisteren als ik praat. Ik doe mijn best. Ja, bombaklat. Ja. Nee. Nee, dat doen we niet meer. Nee. Nou, neem ons mee. Heeft u vroeger wel wat... Ja, heel veel in Zandvoort. Versierde ik de hele kroeg. Ik ben heel wat bezig geweest. Ja. En ik heb ook heel wat foto's liggen uit die tijd. Is het een gelijkwaardig iets of is het de man moet echt nog steeds iets voor de vrouw doen, wat jou betreft? Nou, de man die moet gewoon zijn beste voor zijn vrouw, maar de vrouw moet ook gewoon lief zijn voor de man. Dat is het belangrijkste. Ja. Die voor mij is niet zo lief, die behaart met tanden. Weet jij misschien wat een man zou willen dat zijn vriendin doet op Valentijnsdag? Ja, dat weet jij ook, denk ik. Oké, we gaan er maar even vanuit dat jullie 18 zijn. Je moet niet bang zijn om oud te worden. Je kent alles nog hoor, als je me wilt. Ja, want u bent ook nog lekker aan het werk dus. Dat bedoel ik allemaal. Ja. En vanmorgen is er tennis, straks ga ik nog even klaverjassen. En ik dans nog. Ja, kijk eens, jongen. Ja. Hey. De baam, baam, baloeba, de baam, 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 doe de vroedie. Oh, maloerie, doe de vroedie. Oh, maloerie. De baam, baam, baloeba, de baam, baam, bij. Joehoe! Je moet elkaar altijd lief hebben en niet alleen met Valentijnsdag. Dus Valentijnsdag is gewoon een commerciële dag. Dus, Iets doen gewoon met z'n tweeën gewoon samen vind ik ook wel gezellig. Het hoeft niet per se iets te kopen voor mij, maar gewoon iets vind ik wel gezellig. Gewoon samen zijn. Wij gaan terug naar Zuid-Afrika en wij het reeds bij die restaurant in Kaapstad. Ja, op woensdag. Op woensdag gereserveerd om te gaan uiteten. Elke jaar. Ja, romantisch. Ja, zeker weten. En ga je ook niks leuks voor je vriendinnetje doen dan? Daar moet ik nog wel even goed over nadenken. Ja. Maar ik heb nou niet echt iets in mijn hoofd zitten van, oké, dat ga ik nu dat ga ik doen. Maar wat vindt ze leuk? Wat vindt ze leuk? Deze mag ik pas. Valentijnsdag, vind je het een leuke dag? Ja, tuurlijk. Ja. Het is een supermooie dag. Ik heb een zoontje, dus die verdient alles. Weet je dat nog van vroeger, dat er dan kwamen ze de klas in en dan hadden ze allemaal rozen en zo en dan kreeg je niks? Nee, ik zat er niet tussen, nee. Ja. Nee. Nou, we vinden elkaar in wat dat betreft. Bedankt. Heb jij dat ook? Ja, ik kreeg ook eigenlijk nooit wat.